Ja, natuurlijk Vizier weer en vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Het is vandaag maandag en eigenlijk komt hij natuurlijk op zondag online. Maar gisteren natuurlijk druk met livestreamen van de Black Ops 2 toernooi. En helaas is dat een beetje geëindigd in mineur. Daar komt nog een commentary over en met wat beslissingen van mij. En ik laat de dingen horen en zien en zo. Maar dat komt morgen. Ik wil daar even veel aandacht aan besteden eigenlijk, zeg maar. Gewoon dat, ik gewoon alle feiten op een rijtje heb. Voor jullie natuurlijk. Betekent niet dat ik gewoon lekker vrolijk een Q&A ga doen natuurlijk, want Q&A vind ik een van de leukste dingen die op mijn kanaal is namelijk. En heb je natuurlijk een vraag aan mij, mag je dat even achterlaten bij de comments. En ja, wat dan weer, vergeet niet het blauwe duimpje natuurlijk te geven. Op Q&A wordt altijd goed geliked, dus ik hoop dat jullie lekker massaal gaan liken natuurlijk voor mij. En allereerst natuurlijk even wat over de gameplay. Ik haal hier 45 kills op de map Mission. Ik speel hier alleen met Pascal. En Pascal die rent vestjes natuurlijk. Het is al wat oudere gameplay. Ik heb echt heel weinig gameplay nu op dit moment op mijn computer staan. We hebben gewoon heel weinig gegamed. Ook in verband met het toernooi natuurlijk. En ook omdat Paul weg was. En je gaat toch wat minder snel even korter gamen. Als je met een groepje bent is het altijd gezellig. En dan game je langer door. Maar in ieder geval 45 kills dus. Lekker op Mission. En ik haal geen mol op. Klaar. Dus we gaan in ieder geval over lekker naar de Q&A. Vraag nummer 1 van Pound17, sorry. Q&A, misschien een rare vraag, maar wat lijkt je enger? 10 kilometer diep onder water drijven met een zuurstoffles die niet leeg kan? Of ergens rondzweven in de ruimte met een zuurstoffles die niet leeg kan? Oké. Het is inderdaad een rare vraag. Ja, je zegt het al zelf. Het is een rare vraag. Natuurlijk is het een rare vraag. Maar... wat zou ik dan toch moeten kiezen? Ik denk dat ik toch kies voor de ruimte. Want ik vind het namelijk echt eng. Onder water is het echt donker en diep. Nou zal het in de ruimte ook niet heel erg licht zijn natuurlijk. Maar ik weet het niet. Toch meer vrijheid denk ik. Ja. Of misschien, ja, misschien ga ik wel claustrofobisch worden van zo'n ruimtepak natuurlijk. Dus ik... ik denk toch voor de ruimte inderdaad. Op een of andere manier zal dat toch voor mijn gevoel minder... claustrofobisch zijn, zeg maar. Dus, het is een rare vraag inderdaad. Ik zou echt niet... Ja, ik heb er nooit over nagedacht, zou ik zo zeggen. Ja, maar dat is altijd wel leuk natuurlijk aan Q&A vragen. Sommige dingen denk je ook helemaal niet aan, maar... Ja. Ja, ik denk toch antwoord nummer 2. Volgende vraag van Brian Spijkers. Wat voor schoenen draag je? Even kijken. Hier, toevallig... Oh, ik heb mijn schoenen beneden staan, maar ik heb van die... Wacht, kom maar aan. Eén momentje. Ja, dat ben ik weer. En welke schoenen ik draag dus? Even kijken. Ik draag deze schoenen. Deze schoenen draag ik. En dit is wel redelijke schoenen, denk ik. Ik heb niet echt nieuwe schoenen. En dit zijn mijn werkschoenen eigenlijk op dit moment. Die gebruik ik lekker op werkschoenen. Die vind ik lekker dragen op de werkvloer. En ik heb al van die shoulders wel. Vind ik lekker. Van die shoulders heb ik erin gelegd. Dat is lekker zacht voor je schoenen. Voor je voeten. Dus ja, die gebruik ik. Dus ja, dat was mijn antwoord. Die schoenen heb ik in ieder geval. Ik heb er voor mij, ja, ik heb wel slippers en zo, dat soort dingen. Maar ja, dat ga ik niet laten zien natuurlijk. Volgende vraag van Teun JR. Q&A, wat voor opleiding heb je vroeger gevolgd? En als je het over zou doen, zou je dan anders doen? Ja, dat is altijd achteraf gelul natuurlijk. Je doet altijd dingen. Zou je achteraf gezien, zou je anders gaan doen natuurlijk. Hè? Ik zou ook doorstuderen en zo. En ik had ook niet moeten kutten en weet je, lekker moeten gaan werken. Ja, dus inderdaad, ik zou het helemaal anders doen. Ik heb in ieder geval wel een MAVO-diploma. Op MAVO, D-niveau dan, zeg maar. Ik heb altijd D-niveau gehaald. Gewoon standaard, ik heb aardrijkskunde geschiedenis en dat soort dingen gedaan. Wiskunde, natuurkunde. En nog wat dingen. In ieder geval 7 vakken heb ik gedaan. Dus ik heb hier mijn MAVO-diploma. En daarnaast heb ik 1 jaar MBO bouwkunde gedaan. In Lelystad. Met ROC. En daar heb ik ook een certificaat van. En dat is eigenlijk de enige opleiding die ik gedaan heb. Verder heb ik gewoon veel gewerkt. Dus ja, dat... als ik de achteraf had gedaan, had ik inderdaad gewoon doorgestudeerd. Ik denk dat ik wel een andere opleiding had gedaan. Ik denk toch wel iets in de ICT. En zo gewoon MBO, ICT-opleiding gedaan. En wie weet wat ik dan had kunnen doen. Maar het is er niet van gekomen en achteraf gezien natuurlijk hartstikke stom. Maar ja, een heleboel mensen zullen dat achteraf zo gaan denken. Thomas Frisse vraag. Q&A. Zou je een lekker wijf neuken en dan 500 euro betalen? Of een dik lelijk wijf neuken en dan 1000 krijgen?
Paul antwoordt daarop trouwens. Als ik vrijgezel zou zijn, dus kies ik 100% voor nummer 2. Nou, ik ben het natuurlijk met hem wel eens natuurlijk. Want ik ga geen geld betalen voor seks met een vrouw. Heel simpel is dat. Dat vind ik gewoon zonde, weet je. Als ik iemand dik lelijk wijf neuk. Ja, wat is lelijk? Dat ook ten eerste natuurlijk. Maar iemand dik lelijk wijf neuk dan 1000 euro krijgen, ja. Voor mij is het gewoon heel simpel. Ja, toch? Gewoon, hoppa. Zak eroverheen, neuken voor het vaderland. 1000 euro's in de pocket. Ja, toch? Zo simpel is het. Nou. Volgende vraag van BroVideoLol. Q&A. Wat als PlayStation meer dingen zou doen met trofeeën die je kan winnen tijdens games? Brons, zilver, goud, platinum. En ze vragen jou wat ze ermee kunnen doen. Zoals bij 100 gouden trofeeën een gratis game naar keuze. Wat zou jij kiezen? Nou, dat is wel een goede eigenlijk wat je zegt, inderdaad. Zoals achievements bij Xbox en zo. Je hebt natuurlijk ook PlayStation trophies en zo. Ik vind het echt wel super leuk dat erin zit, hè. Geef replay value. Maar ik denk dat inderdaad dat je bepaalde dingen eraan moet hangen als extra unlockables, hè, op games. Dat je inderdaad met zoveel dingen gratis Xbox Live of gratis PlayStation Network kan krijgen. Het is natuurlijk altijd wel lastig, want mensen gaan altijd glitsen natuurlijk voor die trofeeën. Maar ik zou dat wel leuk vinden in principe dat het erin zou kunnen zitten. Dus ik denk dat het ook wel mogelijk is, maar dat moeten ze dan wel waterdicht maken. Ja, dus ik ben het mee eens inderdaad. Het zou echt een leuke toevoeging zijn. Naast dat het al leuk is eigenlijk om te halen, achievements en trofeeën. Volgende vraag van Clove Diamond. Leuke video weer, Fishy. Dat is natuurlijk de vorige keer. Nee, mijn vraag. Wat is jouw favoriete vakantieland? Ja, ik had het al een keertje gezegd natuurlijk. Wel echt een van mijn eerdere Q&A's, dus ik kan het altijd nog een keertje beantwoorden. Maar tot nu toe is het waar ik ben geweest. Is Spanje, Kroatië en Peru. Dat zijn echt de landen waar ik lang ben geweest. Zeg maar dat ik echt wel kan zeggen over het land natuurlijk. Ik heb het niet over een dagje natuurlijk. Of Frankrijk trouwens ben ik ook geweest. Maar ik zou toch voor Kroatië gaan. Ik ben daar geweest. Het is echt super goedkoop daar. En het is echt super lekker weer daar. Het is niet te heet. Niet te koud, zeg maar. Het is gewoon echt net tussenin, zeg maar. Gewoon een gaatje of, nou, laten we zeggen in de zomer 25, 27 tot 27 graden. Vind ik prima, hè. En natuurlijk heb je al een dag 30 graden, maar begrijp ik bedoel, het is geen 40 dan meteen daar. Dat gebeurt echt nooit daar bijna. Dus gewoon lekker 27 graden, heerlijk vakantieland, goedkoop daar. Toch zit je een beetje in het buitenland, je betaalt toch lekker met een andere munteenheid en zo. Nog in ieder geval, hè. Misschien dat ze nog de euro ook krijgen. Maar dat geeft echt wel het gevoel van een vakantieland, zeg maar. Dus ik zou zeggen Kroatië. Als je er geweest bent, moet je dat ook zeker even achterlaten. En dan zal de meeste mensen het ook wel met me eens zijn, denk ik. Volgende vraag. Jelte Veldkamp. Speel je ook wel eens games op de telefoon? Dat is een hele goede vraag. We gaan even kijken wat ik op mijn telefoon heb zitten. Ik heb erop zitten. Even kijken. Hallo? Ik heb Yatzee erop zitten. Ik heb Fruit Boom erop zitten. Misschien ken je dat? Fruit Boom, dat is van die... je dingen unlocken of zo in je scherm. Ik heb Trivia natuurlijk, Trivia Crack. Wat heb ik nog meer? Ik heb verder weinig eigenlijk. Ja, ik heb ik heb Persons erop. Mahjong heb ik erop. Dat was het eigenlijk. Verder heb ik niks op. Ja, gewoon Instagram en dat soort dingen, maar dat zijn natuurlijk geen spelletjes. Nee, dat was hem. Die spelletjes heb ik op mijn mobiel. Dus dat speel ik wel eens op. Als ik op de wc zit. Of ik lekker in bed lig s'avonds trouwens, dan speel ik wel eens een spelletje. Op mijn mobiel dus, ja. Joeri Lodestein vraagt, lekker Chris, Q&A. Wat eet je het liefste als ontbijt? Ha, ontbijt, ja, dat is wel een van de slechtste dingen die ik heb, zeg maar. Ik eet echt super slecht qua ontbijt. Eigenlijk vrijwel niets. Laatste tijd wel natuurlijk, eigenlijk ook omdat ik hier ben en zo. En dan is het eigenlijk beter om 's morgens te eten natuurlijk, omdat je dan... Je motor gaat aan, zeg maar, in je lichaam. Dus het schijnt beter te zijn in ieder geval als je het morgens eet. Nou, dat geloof ik wel natuurlijk. Maar meestal eet ik nu wel een krekje of zo. Of wat noedels. 'S morgens als ontbijt. Dat is niet, het schijnt niet helemaal 100% goed voor je te zijn. Maar ik eet het wel eens noedels. Krekje dus. Enkele keer een boterham en zo. Maar wel een beetje licht en zo. Want ik vind het echt... Ik moet eerlijk zeggen, voor een uur of 11 vind ik het echt heel lastig om te eten. Dus ja.
Het is een heel slechte eigenschap en zo. En ik probeer er wat aan te doen door middel dus van wat kleine dingen te eten. Dus zodat ik in ieder geval wat binnen heb. Zeg maar. Volgende vraag van Julian Bal. Wat vind je van Nederlandse muziek, zoals de 3J's? Nou, moet ik eerst zeggen, ik hou helemaal niet zo van Nederlandse muziek. Dus eigenlijk heel weinig. Ja, misschien... Nee. Ik hou echt... Ja. Weet je, als het op de radio is toevallig, een beetje Nederlandse muziek, vind ik niet erg en zo. Maar het is niet zo dat ik Nederlandse muziek leuk vind. Dus nee, sorry. Helaas. Nou, Q&A is in ieder geval weer over. Gameplay is namelijk ook weer over. Dus ja, ik zou zeggen jongens, tot volgende week. En tot de volgende video natuurlijk. Die komt dan vanavond online. Morgen die commentary, die is wel heel erg belangrijk. Ik ga jullie zien. Bye bye.